Hij heeft kak gezegd. Van Kakbergen. Waar is uw egel? Oh, ik dacht dat dat zo keihard ging kleven, maar dat is niet echt, hè. Oh, gaat. Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik ben bij mama en papa. Mama is niet thuis. Mama is denk ik naar 50 Shades Free, of we noemen de film, kijken met haar collega's. En ik ben dus alleen met papa hier. Papa gaat verse pasta maken voor mij. Ik kijk er echt naar uit. En ondertussen ga ik een bad. Jullie weten dat ik nu bij Sam geen bad meer heb, wat ik heel spijtig vind, want ik mis mijn bad echt. Ik kan natuurlijk wel nog tot ergens in april in mijn bad gaan in Dilze, maar ik kom daar eigenlijk nu niet meer, dus ik vind het raar om naar een bad te gaan. En het is daar ook ijskoud, want de mazout is op. Dus ik ga hier lekker in bad. Ik heb het water al aangezet. En dan ga ik het gezellig maken. Ik ga een leuke setup maken. En ik denk een serie kijken of zo terwijl ik in bad ga. En dan zelfs lekker eten. Ik ga jullie laten zien hoe ik het gezellig maak. En hoe ik eigenlijk een avondje relax en even tijd voor mezelf neem. Ik ga ook een gezichtsmaskertje doen als ik in bad ben. En ik ga een Lush Bad Ball gebruiken. Dit is al een oudere, denk ik, van een oudere collectie. De Honey of zoiets. Honey Snuggle. Ik weet het niet meer. Die ga ik er ook zelfs in doen. Mijn laptop heb ik daar gezet voor een serie. Oh, zalig. En ondertussen dat ik in bad ga, gaat mijn papa verse pasta maken. Ja, met een chique bril. Dat wordt smullen, zus. Dank je. Ja, zeker van. Ik ga de badbal erin doen. Woehoe. Het is kei lang geleden dat ik nog eens een Lush bath bomb heb gebruikt. Ik ben uit bad. Tijd goed om eindelijk nog eens in bad te gaan. Ik mis dat echt hard, mijn bad. Maar ik zie rood zo. En dat is het licht, denk ik. Yep. Echt fijn om nog eens in bad te gaan. Nu ga ik naar onder. Want ik denk dat het eten klaar is. Yummy. Hoe lang heb je daarover gedaan? 10 minuten. 10 minuten? Oh, ik dacht dat dat zo keihard ging kleven, maar dat is niet echt, hè. Moet je bloem opdoen, hè. Wat was dat? Pancetta? Postpaddenstoelen? Look? Nee, ook niet. Nee? Hey. Gewoon pancetta en... Fungi. Postpaddenstoelen. Ik ben terug thuis. Oh, en ik heb weer zoveel last van mijn... regels van mijn maandstonden. Dus een goede tip voor wie dat nog heeft. Perdo Femina. Werkt keigoed. Nog een goede tip voor wie dat nog heeft. Warm pittenkussen of een warm waterkruik. Of zelfs een sok vullen met rijst en dan 2 minuten in een microgolf.
zalig. Ik ga even in de zetel. Ik heb nog wat opgeruimd hier. En als ik alles kan dragen. Ik ga proberen. Ik heb thee gemaakt. Oh nee, ik heb groene thee genomen. Lap. Dat wou ik niet, want daar kan ik niet van slapen. Oké, even mijn thee veranderen. Ik ga nog 10 mom toekijken. Ik heb mijn thee veranderd. Ik heb nu venkelthee. En Sam is trouwens eten met zijn werk. Ik weet niet om hoe laat hij thuis komt. Het is nu 9 uur, denk ik. Let's check. Ja, 9:05. En ik denk dat ik dan ga slapen, op tijd ga slapen. Dat is echt tip nummer 3. Bij de regels, ga gewoon op tijd uit bed en slaap. Oh, ik voel me zo ellendig. Dat bad heeft wel goed gedaan en de pasta van papa ook. Dat was echt super lekker. Ik ben weer goed verwend geweest. Kijk wie hier is. Sexy kontje. Wel is te klein. Wat? Oei. Ik pas niet. Ai, dan moeten we... Hebben we geen gele niet meer? Nee, die gele zijn op. Oei, oei, oei. Ja, dan moet ik die terug... Wat was dat? Ah, een kan. Moet ik die terug meenemen, hè? Wat? Niks. Maar het licht. Oh, ik zit vol, joh. Ja, vertel eens. Kom hier staan, want het licht is echt heel lelijk op je gezicht, Peter. Hoe loopt je? Het licht is lelijk, zei ik. Niet jij. Hoe was uw avond? Tel eens. Heel goed. We hadden vanavond wat zo'n personeelsfeestje, nieuwjaars. Ah, dat was voor een nieuwjaar. Ja, eigenlijk was dat nog zo'n nieuwjaarsrecept, drink. Ah, of etentje. Tofkes. Met het personeel, met alle uitbaters en alle medewerkers. Zo. Ah, van nee, Bruno. Ja, medewerkers van het hoofdkantoor en alle uitbaters. Ja, van alle Bruno. Ja. Ja. Kijk toch. Grote groep, maar we waren lekker gaan eten. Ja. Grill. Ah, zo, grill. De een van mijn wel favoriete plaatsjes in de Molen in Genk. De Molen in Genk, ja. Dat is echt wel een van mijn favorieten. Ja, dat is echt goed. Ja. Ja, vlees. Ja, ik eet er altijd vis. De vis is daar ook heel goed, maar het is meer een vleesrestaurant. Ja, het is een vleesgrillrestaurant. Maar dus. De vis is ook altijd heel goed. Ja, er waren een paar die scampi's hadden. En lams hadden er ook een vis. Lams. Vegetarisch was ook één, ja. Ah, Zag er allemaal goed uit. Leuk. Heel leuk, heel gezellig en heel lekker eten, maar ik zit echt... Vol. Echt veel gegeten. Kom. Moest maar niet zo lekker zijn. Dan nu maar klaarmaken en uw dikke volle pens in een bedje leggen. Oh, amai. Nee, dat is zo spannend. Je hebt helemaal geen dikke buik. Hey Sheldon, je kijkt zo kwaad. Je kijkt zo kwaad. Waar is uw egeltje? Waar is het egeltje? Je favoriete egel? Pak het egeltje. Pak het egeltje, ja. Pak het maar. Pak het dan. Pak het dan. Shelly, waar is uw egel? Oh, Sam toch. Wat doet Sam toch allemaal? Wat doet de papi? Zeg. Wil je niet spelen? Muffin wil spelen. Pak het egeltje. Nee, niemand. We zitten hier echt alle drie te kijken. Maar niemand pakt het. Milky, jij? Oh, Muffin. Muffin ziet alle stofjes op de grond. Nee? Niemand? Oké. Wat zeggen jullie tegen de vlog? Slaap wel iedereen. Tot morgen. Vergeet niet te abonneren. Voor we de vlog gaan afsluiten. Sorry, ik heb je hoofd eraf geknipt.
Maar voor we de vlog gaan afsluiten, moeten we natuurlijk nog de comment of the day doen. En de comment of the day van vandaag is van Elise VKR. Vukker. Vukker. Elise Vukker. Elise Vukker. Hey, Elise Vukker. Ik kan dat niet. Vukker. Waar zou dat staan? Veker. Ik weet het niet. Ja, ik ben ook aan het denken de hele tijd. Want jij gebruikt ook VWH. Van welke huizen heb jij maar? Van Kerkenrode. Dat is mijn gok. Van Kerkenrode. Ja, dat is mijn gok. Elise, laat ons in de comments weten wat VKR is. Voor wat het staat. Ik denk van. Ik wil heel te zeggen van Keerbergen, maar daar is geen R meer. Van Keer. Ja, maar dat gaat niet zijn. Dat gaat VKB zijn. Nee, want dan gaat dat VKB zijn. Van. Kak. Hij heeft kak gezegd. Van Kakbergen. Nee, van. Van. Kriekelreet. Denk ik. Reet is wel oké, zo. Laat het ons weten, hè. Als dus Elise VKR zegt, ik heb mijn twee vingers in mijn neus gestoken. XXX. Goed gedaan, Elise. Heel goed gedaan. Super fijn. Dankjewel. Allemaal heel erg bedankt altijd voor alle leuke comments en de leuke thumbs ups. Of vingers in de neus, zoals wij het zeggen. Vinden dat heel fijn. Ja. Dankjewel, Elise, voor de comment of the. Wij gaan de vlog hier dan ook afsluiten voor vandaag. Het was een iets kortere vlog, denk ik. Maar hopelijk vonden jullie het toch leuk. Doe zeker. Thumbs up. Twee vingers in de neus. En wij zien jullie. Morgen.